Ik zit hier op de Saphir SE 33, de nieuwste boot van Saphir, sportiever dan dat we gewend zijn, maar Saphir toont niet bang te zijn voor een nieuwe uitdaging. De SE 33 uit de Sailing Elegance range, die sowieso al wat moderner was dan de Sailing Classic range, is 33 voet, vrij groot, met twee stuurwieltjes, wat ongewoon is voor deze lengte. Aan dek is de boot vrij vlak, alles is onder dek weggewerkt. Komt uit bij de stuurman, verder een zwemplatform en vrij groot achterdek. En alles uitgerust met veel kuipruimte. We hebben gezeild op zee bij IJmuiden, een knoop of 16, 18 wind. Dat ging erg goed, met drie man geen aker opgehad. Daarmee snelheden van 10, 12 op top gelopen. En verder aan de wind een rustige boot, al vereist hij wel wat actief sturen. Beneden deks is de boot uitgerust met alles wat u van een dagzeiler mag verwachten. Met een toilet, kookgelegenheid, kraan, stromend water dus, en vier slaapplaatsen. Al met al vinden we dat Saphir erin geslaagd is om een mooie kruising te maken tussen een dagzeiler en een sportieve boot. Dat de typenaam op een boot staat is gebruikelijk, maar Saphir heeft daarnaast ook de term Ultimate Day Sailor erbij geplakt. En we vinden dat ze daar toch aardig goed in geslaagd zijn.